Goed. Nou, we zijn hier omdat aanstaande vrijdag vinden de koningsspelen plaats. En in Houten doen ook bijna alle basisscholen daar aan mee. En dat is mede dankzij Sportpunt Houten. En dat heeft ook de organisatie gezien landelijk. En ze reiken daar een prijs voor uit. Dat is het Oranje Lint. En dat mogen jullie gebruiken bij deze festiviteiten. Op de website, op postpapier, noem alles maar op. Ik weet niet of voor de korte termijn of jullie dat nog heel veel kunnen gaan gebruiken. Maar het is een waardering die niet alleen geldt voor die koningsspelen, denk ik, wat mij betreft. Maar voor het sportpunt voor het hele jaar door. Voor alle activiteiten die georganiseerd worden. Maar ook jullie bereidheid om dat als zoiets ineens langskomt. Koningsspelen of de Europese Olympische Festival wat in Utrecht komt. Dat je dan daar snel op in kan spelen en in die organisatie mee kan draaien. En daar hebben wij als gemeente ook waardering voor. Dus vandaar dat we hier ook voor een gebakje hebben gezorgd. En dan mag ik deze nu aan jou geven. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, we zijn als sportpunt heel blij met de erkenning. We doen verschrikkelijk ons best sinds een aantal jaar om sportinhoud op de kaart te zetten. En we hebben dus nu ook landelijke erkenning. Nou, dat wil je nog meer. Nou, precies. Dankjewel. Van de wethoudige deze lint gekregen namens het Nationaal Comité. En eigenlijk is die van jou. Bij deze. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Pak hem maar. Ik ben er heel erg blij mee. Het is een erkenning voor Sportpunt Houten dat we dit hebben ontvangen. Zeker onze diensten in het kader van het Koningsspelen. Het is niet alleen iets voor ons, maar ik denk dat het ook iets is wat we mee kunnen nemen naar de scholen en alle sportverenigingen en organisaties die dit eigenlijk allemaal mogelijk hebben kunnen maken. Want er zijn toch zeker 25 scholen in Houten waar nu aanstaande vrijdag een geweldige dag wordt neergezet. Ik denk mede met onze hulp, maar vooral de inzet en de inzet van de scholen zelf maakt dat dit ook voor de scholen en de sportvereniging is. Gefeliciteerd. Ik hoorde dat je zojuist een erkenning hebt gekregen voor je activiteiten voor de Koningsspelen. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, dat kan ik. Allereerst wil ik wel zeggen dat we bij Sportpunt Houten de erkenning hebben gekregen. En daar zijn we ook zeer vereerd mee. Wij zijn eigenlijk al de komende afgelopen weken, maanden bezig geweest om te zorgen dat de coördinatie van de Koningsspelen in Houten goed verloopt. Het was een heel karwei, zeker ook omdat scholen op het eigenlijk vanuit het niets te horen gekregen hebben van organiseer een sportdag op 26 april. En dat voor scholen toch nog een hele klus bleek te zijn om dat om zo'n korte tijd voor elkaar te krijgen. En wij als Sportfonds Houten vonden eigenlijk ook dat wij daar iets mee moesten doen. En hebben gelijk actie ondernomen om te inventariseren wat de scholen wilden, wat ze gaan doen op zo'n dag. En om te kijken waar wij als Sportfonds Houten de scholen daarbij konden ondersteunen. En dat is gelukt? Ja, het is goed gelukt. Er doen ongeveer 25 scholen in Houten mee met de Koningsspelen. En iedereen heeft zijn sportdag voor elkaar. Een aantal scholen hebben dat helemaal zelf gedaan. Maar een aantal scholen hebben ook de hulp van ons ingeschakeld om te kijken wat wij zouden kunnen doen. En daardoor hebben wij sportverenigingen en andere sportorganisaties in Houten benaderd en gekeken van wat zouden jullie belangloos voor de scholen op 26 april kunnen doen. Als wij vrijdag door Houten fietsen, wat gaan we dan zien? Je ziet denk ik in elke wijk genoeg reuring en genoeg sportende kinderen in de vorm van sponsorlopen, Hollandse spelen en heel veel sport, spel en plezier voor elke school in Houten. Ja, en vooral op de openbare terreinen. Dus, Een aantal scholen doen het inderdaad op grote velden, vlakbij hun school. Een aantal scholen doet het op sportvelden, wat de sportverenigingen mogelijk hebben gemaakt. Ik hoorde dat alle kinderen uit Houten een oranje shirt hebben gekregen. Dat klopt. Alle scholen die zich aan hebben gemeld voor het Nationaal Comité Inhuldiging, die hebben na het ontbijt dat gesponsord wordt vanuit het Nationaal Comité en de Jumbo, hebben ze ook een feestpakket gekregen wat bestaat uit vlaggetjes, smink, ga zo maar door. En ook nog een oranje shirt. Dus ik denk dat alle scholen in oranje zullen lopen. Dat wordt een heel vrolijk beeld, denk ik. Het wordt een heel vrolijk beeld, dat weet ik zeker. We gaan het zien. Dankjewel. Succes met alle voorbereidingen nog. Bedankt.